Hi everyone, welkom bij de Engelse filmpjes van DigiStudies. Vandaag gaan we het onderdeel schrijven behandelen en dan specifiek een brief schrijven, een formele brief. Dit zullen heel veel van jullie voor jullie schoolexamen moeten doen. Nou, wat is nou de functie van een formele brief? Waarom schrijf je nou een formele brief en wat is het eigenlijk? Nou, een formele brief wordt ook wel een zakelijke brief genoemd. En een zakelijke brief kun je sturen naar een onbekende. Nou, dit is als je de persoon nog niet kent of nog niet hebt ontmoet. Of naar een bedrijf zonder een contactpersoon. Dus als je bijvoorbeeld een brief wil schrijven naar een bedrijf, maar je weet niet naar wie je die precies moet sturen, dan schrijf je ook een formele brief. Je kunt ook een formele brief sturen naar een persoon in een hogere functie dan jij zelf hebt. En dat kan zijn een docent of een directeur of bijvoorbeeld een minister-president. Nou, de format van een formele brief, dus de vorm van een formele brief. Hoe ziet deze eruit? Nou, in een formele brief begin je met je eigen adres, waarbij je nog niet je eigen naam opschrijft. Nou, een voorbeeld hiervan is dat je dus begint met de straatnaam en het huisnummer, dus Vondellaan 22 bijvoorbeeld. Nou, de postcode en de plaats. Nou, hier heb ik als voorbeeld 2045 JT Amsterdam. En het land. Nou, we wonen allemaal in Nederland, dus het land zal hier zijn de Netherlands. Dan laat je een witregel over en dan schrijf je de datum. Datum schrijf je iets anders in het Engels dan in het Nederlands. Je begint hier met de maand. En de maand is belangrijk dat je deze met een hoofdletter schrijft. Dit hoeft niet in het Nederlands, maar dit moet wel in het Engels. Zorg dus dat je alle maanden in het Engels kent. Dus bijvoorbeeld het januari, January betekent. Dan komt de dag en deze schrijf je in cijfers plus nog een achterstukje van de dag. En dit ga ik even uitleggen. Dan kun je kiezen uit ST, ND, RD of TH. Nou, waarom doe je dit? ST staat voor first. En first wordt vertaald naar het Nederlands als eerste. Dat heeft dus met de 1 te maken. Dus als je bijvoorbeeld de 31ste hebt in het Nederlands, dan schrijf je in het Engels de 31st. Dus een 31 met een ST'tje. Deze kun je er rechtsboven schrijven. Nou, de ND staat voor second. Dus de tweede, die heeft te maken met de 2. Dus als je bijvoorbeeld de 32ste hebt, dan schrijf je de 32nd. Dus ND rechtsboven de 2. Nou, als je het hebt over een derde, dan schrijf je RD. Dat betekent third. Dus als je de 33ste hebt, dan schrijf je de 33rd. Dus RD rechtsboven de 3. Nou, als laatste hebben we dan de TH. Dat kan 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th of 10th betekenen. Nou, als je bijvoorbeeld 37 hebt, dan schrijf je de 37th. Dus de TH boven de 7. En dit kan dus ook met bijvoorbeeld een 6 of een 8 of een 9. Of als het een 10 getal is. Nou, nadat je dus de dag hebt opgeschreven, dan krijg je een komma. Een komma is belangrijk hier. En daarna het jaartal. Nou, het jaartal van dit jaar is 2015. Stel dat je volgend jaar dit filmpje aan het bekijken bent, dan is dat 2016. Gaan we verder. Nou, nu komt er na de datum weer een witregel. En dan schrijf je het adres van de ontvanger op. Vaak als je een opdracht krijgt voor een formele brief, staat het adres al vermeld op de toets. Nou, een voorbeeld dat ik hier heb is: je schrijft een formele brief naar een bedrijf. Het bedrijf is de Music Company. Nou, huisnummer en straatnaam. Dan krijg je vaak eerst het huisnummer, 54. En de straatnaam hier heb ik als voorbeeld Jersey Road. Nou, dan krijg je het dorp of stad. Hier hebben we dan London, de stad. En de postcode, dat is hier EC2. En het land, nou, je schrijft het naar de United Kingdom, dus Groot-Brittannië. Dan krijgen we weer een witregel. En dan beginnen we met de aanhef. Dat is eigenlijk een eerste groet hier. De aanhef begint met de formele brief altijd met dear. En dear begint met een hoofdletter hier. Nou, we hebben verschillende manieren om iemand aan te spreken. Als je iemand niet kent, dus je schrijft naar een bedrijf, maar je weet niet naar wie je de brief moet richten, dan schrijf je sir/madam. Het is belangrijk dat je sir en madam ook met een hoofdletter schrijft hier. Als je naar een man schrijft en je weet zijn achternaam, dan schrijf je mister en zijn achternaam met een hoofdletter. Hier is het belangrijk dat je geen punt na mister
Z, dus het is gewoon MR spatie en dan de naam met hoofdletter. Schrijf je naar getrouwde vrouw, dan schrijf je Mrs. spatie, de naam van de getrouwde vrouw met hoofdletter. En hier is het ook weer belangrijk dat je dus geen punt na Mrs. Zet schrijft. Weet je zeker dat het een ongetrouwde vrouw is waarnaar je schrijft, dan schrijf je Miss spatie, naam met hoofdletter. Ook hier weer geen punt na Miss. En ben je niet zeker over of de vrouw getrouwd of ongetrouwd is, dan schrijf je MS spatie, de naam met hoofdletter. En ook weer zonder punt. Dan krijgen we weer een witregel naar de aanhef. En dan beginnen we met paragraaf 1. Nou, in de eerste paragraaf introduceer je je brief. En je schrijft in 1 of 2 zinnen de reden voor het sturen van de brief op. Nou, hier heb ik als voorbeeld: I am writing you this letter because... En dan geef je een reden. Vaak is dit een hele handige zin om te onthouden. Dus je kunt ook deze zin gewoon in je hoofd stampen en deze gebruik bij het schrijven van een brief. Dus je begint met, hè, ik schrijf je deze brief omdat, en dan geef je de reden. En dat kan natuurlijk van alles zijn. Dan krijgen we weer een witregel naar paragraaf 1. Dan krijgen we paragraaf 2. En hier schets je de situatie een beetje. Dus als we bijvoorbeeld een brief schrijven naar een bedrijf en we hebben iets gekocht en hebben een probleem mee, dan moet je heel precies uitleggen, hè, wat het probleem is of wat de situatie is. He, waar, welk bedrijf het om gaat en wanneer dit is gebeurd. Nou, als voorbeeld heb ik 2 weeks ago. Dat geeft dus aan wanneer dit is gebeurd. I ordered a black t-shirt. He, ik bestelde een zwart t-shirt. Dat is een wat. On your website Zalando. Nou, dat is een waar. Je hebt hem dus besteld bij Zalando. I received an email which stated that the delivery time would be 3 days. Nou, dat is weer een wanneer, hè. Ja, ik kreeg een e-mail dat de levertijd 3 dagen zou zijn. Nou, 3 dagen is gaat om tijd weer, dus een wanneer heb ik hier gezet. But I still have not received the black t-shirt. Een black t-shirt gaat weer over wat. Waar gaat het om? Je hebt een zwart t-shirt besteld. Na paragraaf 2, dus als je de situatie een beetje hebt geschetst, wat is er nou aan de hand? Dan krijgen we paragraaf 3. In paragraaf 3 wordt soms ook gebruikt om een oplossing voor te stellen, als je het bijvoorbeeld hebt over een korte brief. Vaak in langere brieven krijg je deze oplossing al in paragraaf 4. In deze uitleg heb ik het samen gedaan, maar het kan dus zijn dat je in paragraaf 4 deze oplossing voorstelt als paragraaf 3 anders te lang wordt. Nou, hier heb ik het voorbeeld weer. Usually I receive an email when an order is delayed, but not this time. I have already paid for the t-shirt and I really liked it, so I would like to know what happened to the shipment. Ja, hier geef je dus je probleem aan. Je hebt ervoor betaald. Meestal krijg je hem op tijd binnen. Of krijg je een e-mailtje om te zeggen wanneer iets vertraagd is. Maar nu heb je dat niet gedaan en je wil graag weten wat er nou mee aan de hand is. Nou, de laatste zin kan dus ook een aparte paragraaf. Maar hier heb ik hem hier even gezet. I would like to receive the t-shirt as soon as possible or otherwise have my money back. Dit is dan eventueel een oplossing. Nou, dan krijgen we na die paragraaf weer een witregel. En dan krijgen we de afsluiting. Nou, deze paragraaf is heel kort. Hier geef je in 1 of 2 zinnen aan dat je hoopt snel bericht te ontvangen. En dat je het bedrijf bedankt voor het meewerken of de tijd die ze erin steken om je brief te lezen en je te helpen. Nou, een voorbeeld hiervan is: I hope you can provide me with more information and help solve this matter. Ja, dus ik hoop dat je wat meer informatie kan geven, dat je me kunt helpen. En thank you for your cooperation, of het samenwerking, of eigenlijk het meewerken betekent, of time, dus de tijd. Nou, dan krijgen we weer een witregel. Nou, paragraaf 5 is de echte afsluiting. Dit is eigenlijk de groet die je geeft voordat je met je naam de brief ondertekent. Je sluit de brief aan met een groet gevolgd door een komma. Die komma is hier weer belangrijk. Nou, dan kun je afsluiten door yours faithfully, comma, te zeggen. En dit zeg je als je de persoon een onbekende is. Je kunt ook afsluiten met yours sincerely, als je de persoon wel kent, maar niet heel goed. Dan krijg je weer een witregel na die afsluiting. Dan krijg je je handtekening. En je voor- en achternaam onder de handtekening. Dan heb ik hier nog wat algemene tips voordat we iets in de praktijk gaan doen. In een formele brief mag je nooit don't of I'm gebruiken. Dus dit zijn samentrekkingen. Je moet deze altijd voluit schrijven. Dus in plaats van I don't, zul je zeggen I do not.
En als je in plaats van I'm zeg je I am. In een formele brief moet je ook proberen zoveel mogelijk beleefd taalgebruik te gebruiken. Een voorbeeld hiervan kan zijn I want. Dat is heel direct, dat is hè, ik wil. Dat gebruik je dan niet, maar in plaats van I want zou je gebruiken I would like. Ik zou willen. En laatste, but not least, let op spelfouten. Lees de brief als je hem hebt geschreven nog even na. Die spelfouten die kunnen je punten kosten. Oké. Nou, dan hebben we nu een leuke opdracht. Formele brief zoek de fouten. Ik heb hier een foute brief geschreven. En ik wil dat jullie nu het filmpje even op pauze zetten. Een blaadje erbij pakken. En deze fouten opschrijven, die je dus ziet. Of in de beschrijving kun je een Word documentje vinden van deze brief. En die zou je eventueel kunnen uitprinten. En dan zelf de fouten even markeren. Neem hier even rustig de tijd voor. Bedenk wat ik net allemaal heb uitgelegd over hoe je een formele brief schrijft. En let ook even op de spelfoutjes. De volgende slide geeft zo de antwoorden weer. Succes! Nou, hier is dus de verbeterde versie van de fout formele brief. Ik zal even kort alle fouten toelichten. Bij je eigen adres, de eerste fout is waar Joris Bakker doorgestreept is. Je moet nooit je eigen naam geven bij je eigen adres, omdat je al ondertekent met je eigen naam. Dus je hoeft je niet twee keer te zeggen. Je kunt niet zomaar Netherlands zeggen, dus bij je eigen land. Het is the Netherlands. Onder United Kingdom, dus bij het adres van de ontvanger, is January 24th verkeerd geschreven. Sowieso moet de maand altijd met een hoofdletter. Dus January met een hoofdletter. En omdat het een 24 is, dus een 4, krijg je een TH en geen ST. Dus 24th. Nou, bij de aanhef heb je Dear Mr. Jones en Jones met een hoofdletter hier. Nou, dan begin je met de fouten die stond I'm writing. Dat kan niet, dat is een samentrekking. Je moet het voluit schrijven, dus dan krijg je I am writing. Bij de tweede paragraaf is de datum weer verkeerd. Het is dus 31st, dus geen ND, maar een ST omdat het een 1 is. Nou, purchase is hier verkeerd geschreven, daar moet nog een E achter. Caribbean zijn eilanden, dus dat moet ook met een hoofdletter, dat is een plaats. Dit is ook weer een spelfoutje. Bij de derde alinea is quality verkeerd gespeld. Daar mag nog een U tussen. Wasn't mag je nooit gebruiken. Dat is een samentrekking. Dus moet het voluit geschreven worden. Dus was not. Want is hier geen spelfout. Maar omdat je beleefd taalgebruik moet gebruiken. Zou je dit schrijven als would like. Hè, zou willen in plaats van wil. Dan bij de vierde paragraaf. Kun je niet zomaar eindigen met thanks. Dit is informeel taalgebruik. Je zou hier iets zeggen van thank you for your cooperation. Bedankt voor uw medewerking. Nou, dan komen we bij het laatste foutje. Dat is de komma achter de afsluiting. Yours faithfully, daar mag nog een komma achter. Ik hoop dat jullie het allemaal hebben gesnapt. Mochten jullie nou wat verbeteringen niet snappen, kun je altijd nog even teruggaan in het filmpje naar de uitleg. Want overal bij deze fouten staat nog een uitleg bij. Dan wil ik jullie bedanken voor het bekijken van het filmpje. Thanks for watching. Vond je deze video nuttig? Geef dan even een duimpje hieronder. Like hem even. Heb je nog tips voor verbetering of ideeën voor een volgend filmpje? Laat het even achter hier in de reactie. Vergeet vooral niet te abonneren op het kanaal van DigiStudies en de andere filmpjes van Engels of de andere vakken te bekijken. Cheers!